We hebben in de vorige video gezegd eerst terug naar buiten te gaan, naar de onontdekte kant, omdat hier nu een grote checkpoint is. Verwacht ik daar misschien wel de eindbaas van deze area? En er was nog een gebied waar we nog niet zijn geweest. Dus laten we dat dan eerst even doen. Hier op de map en dan daar naar boven. Dat willen we nog even inspecteren. Wat is daar nog? Kan dat ongezien? Niet helemaal. Kijk, hierboven zijn we nog niet geweest. Er zijn vijanden, dat is een ding wat zeker is. Ik krijg een trade point. Ik heb net de critical hit trade gemaxed. Dus ik moet even kijken in welke trade ik nu ga investeren. Waar? Oh, daarboven. Okay, die gassen die pakken we allemaal aan. Drukt hij net weg. Twee keer. Doe maar. Hier in je gezicht. Lijkt erop op de map dat dit hier wel aardig doodloopt. Allemaal in de gaten houden. Ja, dan moeten we toch naar die dungeon waar ik net begon. Kijkend op de map, ja, dit loopt dood. Ik kan nog even in het huisje kijken. Of hier nog wat aan loot te vinden is, kistjes. Ja, wat iron hier en daar. Daar kunnen we mee upgraden, maar verder is hier niks. Dus dan moeten we toch maar naar die dungeon. En dan kijken wat ons daar wacht. Ik verwacht een bos. De Luminite Crystals moeten we meenemen, want daar moeten we mijn wapens mee upgraden. Niks.
Nee, dan gaan we inderdaad terug naar de dungeon. Trade points, ja. Ik heb weak spot damage geüpt. Wat hebben we dan? Stamina, range damage reduction, reload speed. Ja, boeit me niet zo. Stamina. Status mod power. Wat doet dat? Increases mod power generation when attacking an enemy with an active status effect. Ja. Increases resistance. Ik wil eigenlijk iets doen met of met HP of met damage. Mod damage lijkt me ook niet gek. Maar goed, dat is in elk geval niks wat we hier vinden. Dan gaan we maar weer terugkeren naar de dungeon. En daar kijken wat voor bos er op ons wacht. Het was een grote checkpoint, zagen we. Dus dat betekent waarschijnlijk dat we het einde dan wel aardig naderen. Een grote checkpoint is een hotspot. Hoor wat vijanden. Moeten ze doen. Allemaal XP dit, hè. Oh, een grote man. Een grote man en een kleine man. Dat hadden we niet meer opgerekend, dat geef ik toe. Bam. Hier naar binnen. Bij die kristal kunnen we toch al onze ammo terugkrijgen. En dan kunnen we daarna kijken wat ons hier binnen voor bos wacht. Dan gaan we naar binnen. Pakken we de kristal, krijgen we alle ammo. Dan komt het goed. Dan komt dat goed. En dan gaan we hier beneden dus iets meemaken. De grotto. De grotto. Groene items en grijze mist. Grijze mist betekent bos. Wat voor bos in deze grot? Ga je een filmpje? Tentakelbeest. Met een zwaard. Dat is een grote. Ixillis 15. Ixillis 13. Hij maakt klonen. Oh, van naar beneden. Dat risico lopen we ook nog, dat we van de brug afvallen. Ixillis 15, Ixillis 13. Hij maakt ook nog klonen, deze man. En ammo is een probleem. Maar ik heb ammo boxen. Hij maakt klonen. Achter mij is er nog één gespant.
En hij schiet dus met hittezoekende projectielen. Hou op met de projectielen, jongen. Zo. Ja, blijf de klonen maken. Die kloon van hem, dat ik van twee kanten word aangevallen door dezelfde bos, dat maakt het moeilijk. Dat maakt het moeilijk. Van twee kanten dezelfde bos. En dat ik hier gewoon mijn dodgerol faal. En hij denkt te schreeuwen in mijn gezicht. Hij gaat weg. Dodge. Hey, schedeltjes, kom op. Die schedeltjes moeten die dingen tegenhouden, hè? Hier. Hier. Op, Kimmel. Dat was rough, ja, dat was zeker rough. Nieuw item, een Hivestone. Nieuwe trade, Executioner, wat doet dat? Wat doet dat? Critical chance, ja dat wil ik. Guardian's Heart, ja die hadden we nodig. Kisten, hebben we ook nodig. Upgrade materials, ik had ook nog een item gevonden, quest item. Guardian's Heart, ja. En de Hivestone, ja. Forge a powerful weapon. Dat gaan we dus meemaken op een ander moment. Als we weer terugkomen in de hoofdbasis, dan kunnen we wapens gaan forgen. Waar komen we uit? Het loopt dood. Je moet gewoon weer door de voordeur naar buiten. En dan moet ik er dus voor kiezen of ik dat hart geef aan de Undying King. Of aan die queen. Ja, ik denk die queen is chicky. Altijd beter. Kunnen we denk ik wel naartoe fast travelen. We hebben het beest in ieder geval verslagen. De Iskall Queen, ja. We gaan aan de Iskall Queen het hart geven. Want, chickies, beter. Hier, Iskall Queen, ik heb een hart voor je. Return to the Undying King. You have done it. The Iskall...
Will you give us its heart? We will be forever in your debt. If only we could tell you, Gleamer. But our reasons must be... Ja, chickies en chickies. Daar gaan we. Yes, yes. Alsjeblieft, thank jongen. You outside. Meisje. You are forever in our heart. And here, as promised, is your reward. We adore conversation. Slayer, mantle, mask, boots, crossbow. Nou, allemaal items krijgen we. Return often, Gleamer. Slayer mask. Reloading increases the total damage dealt to the next enemy hit with that weapon. Nou, lijkt me goed. En meer armor. En ik had een crossbow gevonden. 207 damage. Wat voor mod kan ik daar dan nog eventueel op zetten? Een magical shield. Crossbow plus 8. Kapot veel damage. Speak with you. Ik ben toch al klaar met jou. Greetings again. What intrigue. Nou, we zijn al klaar. May the Iskar. Maar de missie die ik nu heb, dat is gaat terug naar die Undying King. Maar die heb ik nu dus opgelicht door. Oeh, dan moet ik toch gaan vechten met die man, vrees ik. Ik heb nu wel iets wat heel veel damage doet. Dus dan gaan we eerst even terug naar de hometown. Kijken of we nog wat dingen kunnen upgraden. Dan gaan we daarna naar de Undying King. Die we dan alsnog zullen moeten bevechten. Maar we zijn nu wel sterker geworden. Hier hoef ik niet te zijn. Ik loop altijd verkeerd. Hele armor set gekregen. Alles op damage. Anything you need? Certainly. Crossbow kan ik upgraden. Forged iron. Yeah. Tikke damage. Be safe out there. En wat kun jij voor mij maken met die speciale items? What? Fine, let's have a look. Corrosive Ara, Black Tear, Hivestone, deze. Een Hive Cannon. Fires a projectile that deals corrosive damage. Releasing an insect cloud. Ja, mijn pistol nu doet gewoon dikke damage. Het lijkt me beter. Creates a healing pool that regenerates health per second. Ja, dat wil ik. Healing. We're done here. Healing, dat wil ik. Ten health per second. Hoeveel health heb ik? Staat er een waarde op? Health, 150. Lekker man. Healing wil ik. Kijk, dan gaan we hier voor nu afronden. Want ik heb mijn crossbow geüpgraded. Ik heb mijn pistol. En dan gaan we in de volgende video terug naar de Undying King. Die niet blij zal zijn. Want ik heb het hart opgehaald. En vervolgens aan Chicky gegeven. Dus we gaan het meemaken. De volgende keer. Ik zou zeggen, graag tot dan. Joejoe!